Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het al aan de titel kunnen zien. Ik ben er weer met een IKEA shoplog. Ik ben namelijk weer even naar de IKEA geweest en ben daar best wel weer goed geslaagd. En de vorige keer werd de video best wel goed ontvangen met de IKEA koopjes. Dus ik dacht, nou, ik doe het gewoon nog een keertje. Ik vind het ook wel leuk om dan even te laten zien wat ik heb gekocht in een losse video dan in plaats van in de vlogs. Dus ja, ik heb weer wat dingen gekocht. Ik ben goed geslaagd. Helaas was niet alles er wat ik wilde hebben. En normaal gesproken kun je op de website eigenlijk altijd al zien of dingen op voorraad zijn. Maar omdat ik mijn bezoekjes eigenlijk altijd een beetje plan, omdat ik afspreek met iemand wanneer ik erheen ga, dan is het gewoon, ja, kun je wel gaan kijken of het er is. Maar dan heb ik die afspraak als daarna ga ik er sowieso heen. Zo zie ik in de winkel wel of iets op voorraad is. Maar ja, als je bijvoorbeeld gewoon spontaan naar de IKEA gaat, dan is het heel makkelijk om even te checken of iets online is. Desondanks heb ik toch weer wat leuke dingen meegenomen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de koopjes die ik dit keer bij de IKEA heb gedaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer even in beeld neerzetten. Scheelt mij weer gezoek op een bonnetje en is het voor jullie ook wat overzichtelijker om te zien. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb hier voor het eerst, dit is een heel groot bord. Dit bord. En ja, dit bord kun je gebruiken voor heel veel doeleinden. Je hebt weer verschillende formaten. Je hebt hem ook nog een slag kleiner. Maar dit bord kun je dus aan de muur hangen. En dan kun je bijvoorbeeld in de keuken dingen aan ophangen. Dus net hoe je hem zelf wil indelen. Ik wil dit bord bij de knutselhoek gaan hangen op zolder. Want hier kun je dus allemaal accessoires aanhangen aan deze kleine gaatjes. En dan kun je dus ook weer spullen in opbergen. Dat leek mij echt ideaal. Ik heb bijvoorbeeld wat pennen die eigenlijk plat moeten liggen of meer stiften. En die kunnen dan mooi liggen. Je kunt hier gewoon net weer wat meer dingen in opbergen. Je had hem in verschillende kleuren. Je had hem ook in het blauw en in het soort van houtkleur. Maar ik vond zelf wit het mooiste. Ik wilde deze de vorige keer al hebben en toen was hij er niet. Toen hadden ze alleen de kleintjes. Dus ik heb nu deze grote witte. Het ophangen gaat denk ik nog wel even een klusje worden. Want het zijn keiharde muren. Maar daar kom ik vast wel uit. Dus die heb ik gekocht. En daar ben ik heel blij mee. Omdat ik die al best wel lang op de lijst had staan. En nu eindelijk kon kopen. Dan ga ik door met nog een item wat al niet in het doosje paste. En dat is een plank. Als je mijn vlogs hebt gevolgd, dan weet je dat ik mijn televisie heb opgehangen. En ik wilde eigenlijk een plankje bij de televisie maken waar ik mijn Switch op kan zetten. En ook mijn Apple TV. Want ik vind het eigenlijk te rommelig worden als ik alles op mijn tv-kastje zet. Die is niet heel erg breed. Ik dacht, het zou het mooiste zijn als daar een plank bij komt. Nou, nu was het idee dat ik een grijze of zwarte plank zou kopen. Want ik heb een grijze muur. Dus ik dacht, nou, dat zou heel goed mooi en mooi matchen. Maar helaas, eigenlijk alle planken die ze hadden, waren gewoon veel te breed. Nou, die waren echt zo lang. Nou, je ziet het niet eens, maar die waren echt heel erg lang. Ik dacht, ja, dat gaat sowieso niet passen. Ik wil gewoon een beetje een compact plankje. En de planken die ik dan zag, die moest je zelf op maat zagen. Dat zag ik niet zitten. Toen kwam ik dit plankje tegen. Het is een wit plankje. Het is een heel simpel plankje. Hij is ook het goedkoopste van het goedkoopste wat ze hebben bij de IKEA. Ik heb hem uiteindelijk even op de muur gehouden. En eigenlijk misstond wit ook niet bij de grijze muur. Dus komt lekker op de muur bij de tv. En dan kan dan lekker de Switch op en de Apple TV. En dan staat het allemaal net even wat mooier geordend. Dus ja, dit witte plankje. Dan heb ik 6 bakken gekocht. En dit zijn een beetje beige bakken. Ik zie wel dat ze eventjes een schoonmaakbeurtje moeten hebben. Want ze lagen niet heel proper in de winkel. Het zijn eigenlijk gewoon van deze bakken. En ik zag deze en ik dacht, hoe handig zijn deze bakken om in mijn make-up lades te doen en daar de producten in te stoppen. Ik zag het ineens helemaal voor me. Ik kwam ze heel spontaan tegen. En ik dacht, nou, dat lijkt me echt super handig. Ik heb eerst even 3 van die bakken meegepakt. En toen
kwamen we zeg maar langs de afdeling waar dus die kastjes allemaal staan. Toen heb ik hem even in een kastje gepast die ik dus heb en het paste. Dus ik dacht, nou, ideaal. Toen later kwam ik in de winkel nog deze bakken tegen. Toen dacht ik, nou, neem ik er nog gelijk 3 extra mee, want ze waren super goedkoop. En ja, dan kan ik lekker mijn make-up weer gaan ordenen. En ik hou er wel van. Dus ja, ik zag het gewoon helemaal voor me in deze bakken. Dus daar heb ik er dan, zoals ik al zei, 6 van gekocht. Dus ja, dan kunnen we weer lekker wat gaan opruimen. Daar word ik wel blij van. Dus dat vond ik heel fijn. Dan heb ik theedoeken meegenomen. Dit zijn 4 theedoeken. Ze waren echt super goedkoop. Je ziet ze hier staan, welke erin zitten. Het zijn niet hele spannende designs of zo, maar dat geeft ook niet. Ze zijn 45 bij 60 centimeter. Ik denk dat dat standaard theedoekformaat is. Je had er dus 4. Deze mag je op 60 graden wassen. Ze mogen ook in de droger. Je mag ze ook strijken. Mogen ze nou niet in de droger? Jawel, volgens mij wel. Het is 100% katoen. En ik moet eigenlijk wat theedoeken weggooien. Want die zijn gewoon heel erg ranzig en niet fris meer. Dus ik dacht, nou, dan neem ik gewoon zo'n set met 4 mee. Het was wel jammer, want ze hadden geen handdoeken erbij. Ik vind het normaal wel mooi als iets matcht. Maar dat hadden ze dus niet. Maar heb ik in ieder geval weer even 4 theedoeken erbij. Dus dat vond ik ook wel weer heel erg fijn om te hebben. Nou, voorbij het plankje wat ik je net liet zien heb ik ook muurbeugels gekocht. Ja, wel zo handig natuurlijk. Anders kan je plank niet aan de muur. Dus deze kan dan gewoon... Ja, ik moet even heel goed kijken. Kijk, dat doe je dan gewoon zo hieronder. Je bevestigt een deeltje aan de muur. En dan heb je gewoon een plank die mooi blijft zitten. Ik heb ook maar gewoon voor witte gekozen. Want ik dacht, ja, dat is dan net zo mooi. Je hebt ze in verschillende hoor. Je hebt ook zwart en zo. Ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon lekker voor wit. Lekker basic. Dan wordt het ook niet te druk. Zit hier zelfs, zie ik nu, een heel soort van boekje lijkt het wel in. Met allemaal informatie. Maar goed, eventjes heel basic en simpel. Maar wel nodig had ik die natuurlijk. Dan heb ik ook weer deze bakjes meegenomen. Die heb je ook al in de vorige IKEA shoplog kunnen zien. Maar die bevielen zo goed. Ze zijn ook zo goedkoop. Er zitten hier 3 bakjes in. En ja, ik stop hier dus mijn vlees in wat in de vriezer moet. Ja, ze kunnen ook gewoon in de vriezer. Ze kunnen zelfs in de magnetron. Dan kan je ze tot maximaal 100 graden doen. Of is dit een oventje? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, daar ben ik niet zo heel erg goed in. Je kunt ze in de vaatwasser doen. Het zijn bakjes van 14 bij 14 bij 6 centimeter. Maar hier kunnen dus makkelijk 2 gehaktballetjes in. Of 2 slavinkjes. Ik heb er zelfs wat zwarma in gedaan. En die gaan dan in de vriezer. En dan pak ik het makkelijker dan steeds maar die zakjes. Weet je wat? Kost je heel veel zakjes. Nou, kosten zakjes natuurlijk bijna niks. Maar nou ja, dit werkt gewoon net even wat beter. Gaat dan ook niet zo lekken, weet je wel. Als je dan je vlees uit de vriezer haalt, sommige vlees, dat heeft gewoon heel erg de neiging om te gaan lekken. Dat is met dit gewoon niet. Dus ik heb gewoon weer eventjes een set van 2 meegenomen. Heb ik er weer 6 bij, want ik merkte dat ik er nu toch wel een paar tekort kwam. Dan heb ik een keukengrij ding. Ik heb deze ooit een keertje gehad. En ik vond het toen best wel fijn, want je kunt hier bijvoorbeeld staande lepels inzetten. Ik heb nu mijn lepels, die heb ik allemaal zeg maar in mijn la liggen. En ik vind het toch niet altijd even handig. Ik zou met de tijd eigenlijk nog graag wel, ja, het liefst eigenlijk plastic lepels. Maar dat is misschien niet even handig, want dat kan misschien niet helemaal tegen de hitte. Maar dit zijn dan net zo handig voor van die lepels die je niet kan ophangen. En daar heb ik er nogal wat van. Ik kan bijvoorbeeld de ijslepel kun je erin zetten. En wat van die houten lepels. Je had deze in 2 formaten. Je had hem ook zeg maar tot de helft. Dus dan had je een kleinere. Maar ik vond zelfs de grotere wel wat handiger. Dus die heb ik ook weer meegenomen. Want ik dacht ineens, hé, die heb ik ooit gehad. En die vond ik zo handig. Maar ja, dat ding was toen zo vies. Dus die heb ik niet meer. Dus nu heb ik mooi weer een nieuwe. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Kan ik weer lekker eventjes wat gaan inrichten. Dan heb ik 2 plantjes. Ik had vorige keer had ik hele leuke plantjes gekocht voor in de woonkamer. En ik vond het eigenlijk ook wel leuk om het plantje op de slaapkamer te zetten. Echte plantjes, dat werkt hier niet zo heel goed. Want daar gaan de katten aan eten. En dat kan weer gevaarlijk zijn. Dus ik dacht, nou, ik ga lekker voor fake plantjes. En ik heb dit keer deze gekozen. Het zijn eigenlijk in 3 soort roosjes. Ze zijn roze,
Ik vond ze wel heel erg leuk. Ik heb er dan twee. Ik moet zeggen dat de keuze niet heel groot was dit keer. Maar dat komt ook omdat ze ook al heel veel voor de kerst hebben. Ja, en dan ja, kies je toch een beetje wat het hele jaar door kan. En dan vond ik deze wel heel erg leuk. Ik dacht, voor op de slaapkamer vind ik dat hartstikke leuk. Dus ja, die gaan dan weer mooi op de slaapkamer. Daarbij heb ik dan ook gewoon potjes. Ik ben overigens... Oh, deze zijn trouwens wel wat anders dan degene die... Nee, ik heb wel dezelfde potjes. Ik heb weer dezelfde potjes gekocht als die ik in de woonkamer heb. Want daar past dit plantje gewoon echt perfect in. Kijk hoe leuk dat staat. En ik hoopte eigenlijk al dat ze deze nog hadden. Want ik vind dat roze gewoon super leuk. Ja, ik hou toch wel een beetje van roze. Dan gaat er hier al een aan die plantjes likken. En ik had de twee laatste, dus daar was ik heel erg blij mee. Deze zijn ook zo goedkoop bij de IKEA. Dus ik dacht, ja, vind ik gewoon super leuk. Dus die heb ik ook mooi weer binnen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus die gaan we ook even lekker neerzetten. Ik zie wel dat hier al wat viezigheid in zit. Dus dat maak ik even schoon. En dan ja, staat het hartstikke leuk. Je ziet hier ook echt afgebeeld dat ze er een plantje in stoppen. Ja, dat lijkt me logisch. Je kan geen plantenpotje als je er niks in stopt. Maar ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee. Dan heb ik ook wat accessoires voorbij dat grote bord. En ik heb hier allereerst een bakje. Die kun je er zo aanklikken. En deze is bijvoorbeeld heel erg handig om pennen in te leggen of stiften. Je ziet hier al hoe ze hem er aanklikken. Het is verder een witte. Ik moet zeggen dat de IKEA waar ik was, hadden ze nu niet zo heel veel keuze. Want er was best wel veel op. Want dit is dus best wel een populair product. Dat bord en die accessoires. Dus ik heb nu wel een paar meegenomen. En weet je, als ik er dan nog weer een keer kom, dan kan ik altijd nog weer wat andere dingen meenemen. Maar de keuze was gewoon niet zo heel erg groot deze keer. Dus ik heb deze en daar heb ik er gelijk twee van meegenomen. Kijk. Die kunnen dan mooi daaraan bevestigd worden. Ja, het is gewoon leuk, want je kunt het helemaal zelf inrichten. Als je bijvoorbeeld op Pinterest gaat kijken, zie je gewoon hoe mensen zo'n bord hebben ingericht. Dus het is gewoon super leuk. Ze hebben echt van alles. Ze hebben ook potjes die je eraan kan hangen, zodat je hem bijvoorbeeld in de keuken kan hangen. Het is echt heel erg groot, die keuze. Ik heb ook een zakje met haartjes meegenomen. Daar kun je dus ook weer wat dingen aan ophangen. Vond ik ook wel handig. Dus ja, ik heb gewoon deze ook maar de witte gedaan. Ze hadden trouwens ook geen zwart. Ik had zwart ook wel leuk gevonden. En ja, ik vond dat wel leuk erbij. Dus ik ga even kijken hoe ik hem leuk inricht. En dan kan ik even kijken wat ik er met de tijd nog een keer bij wil hebben. Dat leek me wel gewoon heel erg leuk. Dan heb ik ook nog even een setje met rietjes meegenomen. Ja, we zijn nu natuurlijk helemaal in het feit dat de plastic rietjes niet meer te koop zijn. En ik haat karton of papieren rietjes. Ik vind dat zo vies. Ik snap niet hoe ze dat hebben kunnen doen. Want je weet toch dat als je papier nat maakt, dat dat gaat scheuren, dat dat vies wordt en dat dat dan in je mond zit. En ik word er helemaal naar van. Toen zag ik deze rietjes. Er zit ook een schoonmaakragertje bij. Die kun je dus gewoon hergebruiken. En dat zie je gelukkig nu steeds vaker. Je kunt ze zelfs in de vaatwassen doen. Vraag ik me af of dat werkt. Want er zit hier een plastic stukje op. Tenminste, het lijkt plastic. Maar ik denk dat dit wel lekker drinkt. Ik moet gewoon meer met rietjes gaan drinken. Het is gewoon veel beter. Het drinkt ook lekkerder. En ik merk gewoon... Maar komt, ik pak heel vaak van die kleine glaasjes drinken. En daar kan dan weer geen rietje in. Dus ik heb nu rietjes. En die zou je bijvoorbeeld ook nog hierin kunnen steken. Want dat past eigenlijk ook perfect. Maar goed, ik heb in ieder geval weer een set met rietjes. En ja, zo kun je er gewoon eventjes weer wat verzamelen. Want het is gewoon altijd handig om rietjes in huis te hebben. Vooral nu het plastic eruit is. Dus die. En dan ben ik toe aan het allerlaatste item. En dit vind ik heel erg leuk. Ik heb namelijk kopjes met schoteltjes gekocht. Het zit in een doosje. Ik zal ze er zo even uithalen zodat je het kan laten zien. In een kleur roze. Ik merk nog wel eens als ik bijvoorbeeld met een verjaardag of zo. Ik heb nooit heel veel kopjes. En ik vond dat vroeger altijd leuk als je bij je oma koffie ging drinken. Dan kreeg je zo'n kopje met een schoteltje. En ik vind het ook altijd handig, want dan kan je er een koekje naast leggen. Ja, ik heb dat eigenlijk niet. En ik vind het eigenlijk altijd wel heel erg mooi staan. Toen kwam ik deze set tegen. Toen dacht ik,
Ik zat echt een beetje te twijfelen. Zou ik het doen of niet? Uiteindelijk heb ik gekozen om het toch te doen, omdat ik gewoon een beetje bang was. Ja, misschien als je weer een keer komt, dan is die hele set er weer uit. Ik had dat bijvoorbeeld met onder- of placemats. Ik had hele mooie roze placemats gekocht, maar ik had er 4. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik zou er eigenlijk nog wel 2 bij willen hebben, want ik heb van alles 6. En dan hebben ze die kleur dus niet meer. En dat is dan best wel jammer. Dus ja, dan kom je daar niet meer aan. Dus ik heb ze toch meegenomen. Je hebt ze ook in een heel klein variantje. Die zijn dan echt een beetje voor de espresso. Maar deze zijn wel echt voor de, ja, gewoon normale koffie of thee. Kijk, je hebt dus gewoon zo'n schoteltje. In het roze natuurlijk, want ik heb alles roze. Dit is ook de kleur van mijn borden en alles. Dan heb je een kopje. Dus hier kan je dan koffie of thee in doen. En dan serveer je dat zo op een, ja, op een schoteltje. Ik vind dat helemaal leuk. Koekje ernaast, lepeltje erbij. Nou, en dan kan je zo lekker koffie drinken. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik word er wel heel erg blij van. Dus die... ja, die heb ik mooi gekocht. Daar ben ik echt wel heel erg gelukkig mee. Want ja, het was heel spontaan dat ik het tegenkwam. Dan vind ik het toch wel heel erg leuk dat ik hem zo tegen kan. Je had hem trouwens in meerdere kleuren. Want je hebt het IKEA servies is bijvoorbeeld ook in donkerblauw. Dus je had deze set ook in het donkerblauw. Maar ja, omdat ik alles roze heb, vind ik roze het leukste. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. En het viel eigenlijk qua prijs ook nog wel mee voor... Ja, er zitten dan 4 kopjes en 4 schoteltjes in. Dus ja, ik vond het hartstikke leuk. Ze mogen ook in de vaatwasser staan hier. Er zit 25 centiliter in en je had dan nog een hele kleine. Ik weet niet hoeveel centiliter dat was hoor. Dat kan wel eens gewoon 10 zijn, 15. Zal ik het eens even opzoeken? Dat is misschien wel handig om te weten. Ik ga eventjes kijken of ik het kan vinden zo snel. Dit zijn de 25. Ik zie nu wel de 25, maar niet de hele kleintjes. Ja, je krijgt nou hele servies dingen te zien. Die zijn 7 centiliter. Ik heb hier toevallig even de groene. Kijk, die zijn dan 7 centiliter. En die zijn dan... Ja, deze zijn blauw, maar die had je ook in het roze. Kijk, maar dat zijn dus echt hele kleine kopjes. Maar ja... Als ik koffie drink, dan moet ik wel een grote kop hebben. Dus. Maar die heb je dus ook. En de prijs is volgens mij precies hetzelfde. Oh nee, die zijn iets goedkoper. Die zijn 8 euro. Maar goed, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Dan waren dit de spulletjes die ik dit keer bij de IKEA heb gekocht. Zoals ik al zei, ja, sommige dingen hadden ze dus niet. Maar dan heb je altijd nog wel weer een keer een reden om terug te gaan. En eigenlijk, ja... Ik had sowieso de plantjes had ik op de lijst staan, de bakjes en sowieso dat rek en het plankje. Maar ja, toen kwam en eigenlijk ook die houder zeg maar voor de lepels. En toen kwam ik per toeval die bakken tegen en dus deze, die koppenschoteltjes. Dus ja, nou ja, dat is soms wel leuk, weet je. Je doet zoveel leuke ideeën op en dan loop je daar eens aan IKEA en dan denk ik, oh, dat zou ik zo leuk vinden. Maar dan weet je gewoon, in huis heb je er geen plek voor. Maar dat zijn altijd wel dingen die je dan, misschien als je ooit nog eens wat groter gaat wonen, dat je daar nog weer plannen voor kunt maken. Maar je hoofd gaat helemaal vol zitten met ideeën. Althans, dat heb ik altijd. Ik weet niet of het herkenbaar is voor jullie. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om weer een keer bij de IKEA te zijn, want ja... Ik vind het altijd wel leuk om daar te komen. En dan heb je het ook wel weer... Ja, nu kan je gewoon weer wat meer. Dus dan is het ook gewoon leuk om dat weer te doen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een item erbij vond zitten wat leuk was. Laat het zeker even weten in de comments. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezichten drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Dat zou ik altijd wel heel erg leuk vinden. Voor nu dus bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!